Goedenavond Chelsea. Stel jezelf even voor alsjeblieft. Mijn naam is Chelsea de Scheemaker. Ik ben 20 jaar oud. Ik kom uit Sarskamp. Ik ben afgestudeerd als schoonheidsspecialiste. Mijn doel is toch voor in de toekomst mijn zaak zelfstandig volledig uit te baten. Nu momenteel doe ik gewoon een beetje klantjes hier en daar voor mijn cliënteel volledig op te bouwen. Ja. Super. En wat ben je gespecialiseerd of wat doe je het liefste? Gelnagels doe ik toch het liefste van al. En mijn prekstentjes. Ja. En wenkbrauwen is toch wel een van mijn grote passies. Ja. En wat hoop je te bereiken met je deelname? Voor de naam te dragen toch vooral van Miss Wellness 2019. Het zou een grote eer zijn natuurlijk. En ja, voor naar later toe ook voor mijn zaak toch ook een mooie naam te geven. Dus, en het lijkt mij een unieke kans om toch deel te nemen. En als gewend is natuurlijk ja, een heel super eer. Ja. En wat doe je daarnaast nog in het dagelijkse leven? Ik sport heel graag. Ik ga redelijk veel naar de fitness. Ik ben een enorme grote dierenvriend. Ik ben ook vegetariër. Dus ja, ik ga regelmatig met de hondjes van de asiel gaan wandelen. Dus ja. Je bent dus eigenlijk in het algemeen wel heel veel bezig met gezondheid, sport en eigenlijk met de sector. Want natuurlijk, een ambassadrice, het gaat niet alleen over de schoonheidsspecialisten, maar ook over gezondheid, wellness enzovoort. En wat vinden jouw familie of jouw vriend van jouw deelname? Die staan enorm goed achter mij. Mijn mama zeker, mijn vriend ook. Mijn vriend heeft mij eigenlijk een duwtje in de rug gegeven voor toch deel te nemen, voor mij toch in te schrijven. Mijn mama ook vooral, staat ook enorm achter mij, is ook al op elke evenement aanwezig geweest. Dus, ja. En wat vind je van deze avond? Niet te veel zenuwen? De zenuwen op zich valt heel goed mee. Ik had het erger verwacht qua zenuwen. Ik vind het een hele toffe avond. Het is heel dik in orde en heel toffe collega's ook. Oké, super. Dankjewel voor je interview en veel succes.